In een vorige video ben ik ingegaan op de opbrengst in de verschillende windrichtingen, noordoost, zuidwest, en deze keer per uur. Want ondanks dat saldering gecontinueerd is, weten de energieleveranciers toch maatregelen te nemen, al is het door een dynamisch contract, dat je toch gaat kijken van hoe kan ik opwekken op het moment dat ik het verbruik. Heb ik mijn eigen zonnepanelen voor als voorbeeld genomen. 4 op het westen, 1 op het oosten, die weliswaar ook nog wat laag ligt, dus al 's middags en heel vroeg 's morgens wordt afgeschermd. En het zuiden. Deze twee hebben echt een heel mooi zicht, nou rondom zou ik haast zeggen. Heb ik natuurlijk wel gerekend naar het vermogen wat de panelen bij elkaar opleveren. En dan zien we op 1 december, en dat is niet de kortste dag, maar ik heb de dag genomen die het dichtst bij de kortste dag lag, maar wel in ieder geval nog wat opbracht, want ja, er waren veel meer dagen die veel minder opbrachten dan wat ik hier laat zien, dan die dit opbrachten. Maar goed, aan de zuidkant zien we dat er toch nog iets van 60% gehaald wordt, maar zo'n beetje tussen de middag. En aan de westkant, ja, als de zon ondergaat, dan wordt er niks meer opgewekt. En aan de oostkant, dan zou je dus verwachten dat die eigenlijk hier zou zitten. Maar ja, misschien was het 's morgens wat langer donker. Dat kan natuurlijk gebeuren in december. Maar je ziet in ieder geval wel dat het ja, overdag gebeurt. En tegen de tijd dat het avondeten gebeurt, zoals we hier hebben genomen als grafiek van een gemiddeld gebruik. Ja, dan wordt er eigenlijk niks opgewekt in december. Ik heb hier genomen 6 januari, omdat er die dag erg weinig opbrengst was. En dan had ik in ieder geval het grafiekje van Eneco met ja, het eigen gebruik zonder de teruglevering. Want dan zou je hier een kuil in gaan zien. Dus dit is zo'n beetje het verbruik gemiddeld over een dag. Waarbij je ziet dat er rond 6 uur ja, het eten wordt klaargemaakt. En de verwarming misschien nog eens aangaat en dat soort dingen. Dus dan ja, verbruik je gewoon wat meer. Maar ga je dan kijken naar een mooi plaatje wat Weerstation Uithoren heeft gemaakt, dan is dit de laagste baan, dus eigenlijk van de grafiek die ik net liet zien van december. Dit is in maart en september, dus wanneer de herfst begint en wanneer de lente begint. En dit is de baan van de zon op het ja, hoogste punt, dus in juni. En dan zie je dus dat hij eigenlijk pas achter het westen en achter het oosten komt. Maar ja, ja in het voorjaar en in het najaar, ja, dan moet je het eigenlijk, ja, gaat hij hier al onder. Dus logisch dat je daar dus sowieso al veel minder opbrengst hebt. Kijken we bijvoorbeeld naar juni, wanneer het dus het hoogst is. Dan zie je natuurlijk hier op het zuiden, tussen de middag, hartstikke mooi, die 80%. Idem dito, wat verschoven in tijd, die aan de westkant liggen. Is ook logisch, want dan gaat de zon daaronder. Dus dan pak je dat nog mooi mee. En dan zie je hier ook rond 6 uur, nou pak je dan nog mooi een heel stuk mee. Deze zou je verwachten wat vroeger. En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik wel wat gegoocheld heb met de lokale tijd. Want het ene omvormen die doet wel de lokale tijd en de andere gaat weer niet mee. Dus ik heb daar wat mee geschoven. En ja, misschien niet helemaal goed gegaan. Maar het laat in ieder geval zien dat sowieso er wel een behoorlijke verschuiving zit. En die zou hier dan eigenlijk dus, ja, zou je verwachten nog iets meer. Maar ook wordt hij hier wat afgeschermd en wordt hij hier ook wat afgeschermd. Kijken we dan bijvoorbeeld naar september. Ook weer de dag genomen die dichtst bij ja, de moment waarop de herfst begint. En dan toch nog flink wat werd opgewekt. Dan zie je dat deze toch al wat lager is. Wat dus logisch is. En deze is ook lager. Ja, ook logisch. Nou was dit wel een dag dat er heel mooi werd opgewekt nog. Want ja, bij een lentedag, dan zie je dat ook de opbrengst tussen de middag wel hoog was. Maar dat er kennelijk gewoon 's morgens en 's middags wat minder zon was. Dus je kan er ook niet helemaal van uitgaan
tussen ja, de ene baan van de zon en de andere baan van de zon, die eigenlijk precies hetzelfde zou moeten zijn. Maar nogmaals, dat zou dus deze baan zijn, die is dan in beide perioden hetzelfde. Heb je hier toevallig wat bewolking, en dat heb je nu eenmaal meer in die maanden, dan kan je het wel vergeten. En dan zie je eigenlijk dat je hier rond de etenstijdperiode ja, nog een beetje van dit en dit hebt. Maar ja, het houdt niet over. En ik kwam zelfs in een filmpje van iemand tegen. Die ging nu panelen leggen op het noordwesten. Dus hier. Nou ja, dan zie je al dat je dus alleen in de zomermaanden daar wat van meepakt. En in de overige maanden eigenlijk ja, wat strooilicht zal krijgen. Dus ja, meer panelen is altijd meer opwekking dan geen panelen. Maar gezien alle maatregelen is het maar de vraag of je dat er dan überhaupt nog wat van terugziet. Vond je het interessant? Laat het dan even weten hieronder. Duimpje of een abonnement, subscribe. En wie weet heb ik de volgende keer weer een interessant filmpje voor je. Tot de volgende keer!